Kijk, hier gaat de taak eruit. De taak werd veranderd. Daarom zei ik daar goed.
meer controleert, dan ga je de rente van het van meer vragen. Zoek zo'n paard mij, die staat eigenlijk niet duidelijk is wat het is. Dus als je die verbindt.
soms duurt het 3 weken, maar dat in zo'n periode lijkt, dan lukt dat echt. Als je een part wat meer, zoveel mogelijk op deze manier van verbinding gaat. Dat staat, ja, om dat te zeggen. Dat is ijzeren, wil schaatsen, als je wil schaatsen, ijzeren. Als je een paard wil, heb je verbinding nodig. Als je paard wil trainen, heb je verbinding nodig. Aandrukken. Ja? En zoveel mogelijk met die aandrukken dat we besproken hebben. Een klein beetje wat meer wijkende of schalmeerbaars achter, of zal in eerste instantie zorg zijn. Zij gaan dan desnoods de eerste stap. En krijg je dat, begrijp je als een paard weer uit, want dan kan ik ook met je zeugen onderwerp. Ga je zijwaarts, dan moet je ook het hoofd. En die achterbenen wil je daar houden en dan de hals strak houden. Zijn zij gaan een hele goede oefening om eerst je rugkosten te krijgen. Dus de rugkosten gedaan in de halverkosten, de halverkosten met de aandrijving weg. En dus elke keer als je pas met de tegen de hand op tikken, wat dan wil ik graag dat we gaan proberen te testen hoe het uitgaat met de tegen de hand. Dus kijk, dat ik de hand zet, puur, paar jaar van de hand. Nee, maar ja. Dus als hij dan tegen de hand komt, zou ik graag doen. Jij zegt, nou ik zet de benen even door en dan vecht ik mee. Komt u mee, deel dat, zet u mee, kom aan mijn hand zetten. En als u dat aangeeft, dan heeft u pas echt aan. Dus, wat ik net zou doen, dan staan ze naast een paard, dan laat ik hem in aangeven, zo weet je wel, met die teugel. Ja, ik zeg nu dat het nul resultaat heeft, maar het is natuurlijk alleen maar aan de voorkant. Want die staat daar alleen, die staat niet achter, staat die staat. Dus, en je wil dat het paard is in het lichaam van achteruit naar voren als het achterkomt. Dus als hij dan tegen de hand komt, Lieke, moet je eens proberen wat het resultaat dan is. Hij zegt, nou ik zet hem mee. Of cijfer 1 mee. Dat klinkt een beetje gek, maar maakt niet zo heel veel uit. Dat nee. Meestal pakt hij sterker een beetje van sterker de kant eerst. En dan kan hij normaal zijn. En dan laat hij hem even door mee. En dat is voor jou, Anne, niet zozeer voor de aandacht. Wel om hem wat aan te laten slaan. Want snap je wat ik zei, Lieke? Ja. Als je die aanleuning beter, kun je ook meer laten aansluiten achter. Dan kan je, maar dat is ons doel, om die achterkant een beetje meer aansluiten naar de voorkant. Duidelijk, hè? Ja. Dus wat jullie dan heel goed kunnen doen, is langs de zijkant kleine schouder buitenwaarts. Of de neus naar de muur zo opzij. Dat kan ik ook vaak even. Ja, de neus naar de muur, dat je buiten met de mond een beetje erin. Maar je mag ook een beetje schouder binnenwassen, maar dat is misschien voor jullie vaak. Het lukt misschien wel, maar lijkt het een beetje, dat schouder blijft wel strak van jou. Dus de neus dan een beetje naar rechts, dan moet je rechterbeen overkomen, een beetje lieken. Dus de neus, ja, goed zo, prima. En naar rechts zetten, en naar afwenden, aan de overkant ga ik naar de rechterhand, lieken. En doe daar hetzelfde op de linker. Ja. Iets meer rechterbeen doorzetten, dan maar. En afwenden, aan de volgende mij. Weet je wat jij weet aan de maakt? Dat was het jezelf even middenleven. Dit is goed. Je moet niet meer denken. Je blijft dezelfde zinnen. Maar je bent een paar jaar. Dat weet je wel. Ik heb een half van de controle. Hij zit er niet aan. Hij is 6 maanden. Ja. Ja, en jij lijkt jouw project. Ja, dat is ook wel. Ik had het niet zeggen. Nou, dat is toch een telefoon. Ja, dat is echt. Ja, kom je. Dus niet te veel mee denken. En dan gaan we Snap jij, Anne?
Snap jij dat wij bij een paard willen dat wij aanspanning willen krijgen? En dat we aanspanning willen krijgen hier naar je lucht. Hier van daar. Dus als we de aandeling hebben, dan kom je hier een beetje terug. Is het ook een beetje. Dan lukt het niet makkelijk, veel moeilijker beter. Ja, dus moet die achterkant open naar je lucht. Hoor je? Waar je naartoe bent, ga je weer draaien. En je onderarm niet neerdrukken. En je onderarm moet naar de lucht. En dan kijk je naar je linkerzijde tegen zins. Je zet stonden eruit. Maar je linkerzijde stond buiten. Het is je rechterkeugel gebruikt. Je moet niet juist. En linkerbeen buiten. Langzaam. Tegen. En naar buiten. Blijven zitten. Echt blijven zitten. Langzaam. En naar buiten zetten. Achter. Met me door. Ja, mensen hebben erbij. Ik ga een beetje voor mij proberen. Kom hier. Kom hier. Hier. Dus ik nu komt weer rechterbeen daar. Hold on, 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 h
wij wijken naar links en dan naar rechts gaan, blijven zitten. Blijven zitten. Blijven, hè? Deze kant op. Deze kant. Niet buiten. Niet buiten. Ja, dit zijn de neus. Gaan we rechts op. Goed zo. Goed zo. Ja. Ja, linker, beter, linker, doorgaan, zo, passen. En echt achter de baard blijven zitten, linker. Goed zo, mooi. Mooi, binnenkant naar binnen, dan heel goed, heel mooi. Zo, niet meer buiten gaan, dan gaan we zo binnenkant, dat is goed. Maar gaan we wel heel groepje zo, dat is het, linker. En linker, als je nou jezelf voorneemt, hè? En daar nou weer losstappen dit, zo lukt het. Als je nou weer losstappen, heel voorzichtig de wijken weer. Ja. Echt in het losstappen doen. Ja, als jij s'morgens opstaat en je loopt hier, maakt het zo ook weer. En je zo komt het zo. Wat? Dan overneem je dat niet. Dat is dan niet. Dan moet je het gewoon in de tafel nemen. Dan moet je het gewoon in de tafel nemen. Ja, dan zul je zien. Juist, juist, we kunnen heel, heel mooi op de snelweg gaan.
dan blijf je vaak ook een beetje te voorzichtig. Ja, die staat op de muur, hè? Ja, nou ja, super. Heel goed. Heel goed. En als jij van de vijver spanning krijgt, Dieke, kun je hem ook gewoon zo langs de kant zetten met de neus naar de muur wijken. Als je niet zo naar het plekje wat je denkt in staat, dat je meer gewoon met een gemakke benen en langer vooruit. Gewoon los voor je vlak. Alleen waar je mag best een paar terug wel, maar de terug moet ik hoe moet ik terug? Begrijp je wat ik bedoel? Dan kan ik ook alles zeggen. Ga ik iets meer met je buiten terug, want dat kan ik ook zeggen. Dat is misschien nog vrij technisch nog weer onderbouwd. Dus je wending rijdt en dan loop je onder je uit, dan mag niet naar de buiten terug. Rustig blijven, zitten blijven en draven.